Het is zo awkward. Hey girls! Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Voor nieuw en hi, ik ben Noah en vandaag ben ik met Jasmijn. Ja, we gaan eten, want we hebben honger. We hebben Dunkin' Donuts gehaald, 4 donuts. In smaak watermeloen, hazelnoot, praline, cheesecake, lemon, wit chocola iets. En bastonje en wit chocola, vulling, oreo. Je ziet het niet, maar je ziet het zometeen wel. We gaan alles lekker taste testen. En de ster van de dag, we hebben Taco Bell. Oh my god, en ik heb er zoveel zin in. Dat we het unboxen, denk ik. Oh, ja. Yeah. Girl. Simpele unboxing. Doe je dit normaal gesproken? I guess. Sorry. Chipjes. Oh, dat is best klein. Ja, girl, daarom. Chips, kaasdip. Cheese. De churros. Waarom hebben ze zo gierig gedaan met die tomaat? Dat is de friet. Oh ja, ik was vergeten. Ze hebben nieuwe friet, guys. Ik weet niet sinds wanneer. Maar het is met gesmolten kaas en jalapeno's. Ik ben heel benieuwd om dat te testen, want het lijkt me kapot lekker. Dit is jouw, hè? Oh my god, ik kan niet wachten. Ik ga deze gewoon meteen eten. Wil je dit pakje saus erbij? Oh ja, lekker. Ik heb fire sauce. En ik heb hier dus een taco. Wat is dat? Die burrito. Is het zo klein? Ik dacht dat het echt een grote burrito was. What the fuck? Oh my god, kijk hoe lekker, girls. Dit is crazy. Oh my days. Ja, oh my days. Oh my days. Bon appétit. Ja, eet smakelijk. Oké, nou. Ja, dit is Jasmijn. Jasmijn en ik kennen elkaar via de hockey. Niet echt bijzonder. We gaan nu een spelletje doen. Ik moet even aan de andere kant eten eerst, want deze kant is echt heel erg aan het lekken. Want het zit heet op mijn hand. Oh. Oh. Nee. Ik ga dood. Oh, je ziet het niet. Het is echt heel erg. Zal ik even uit de auto gaan? Ja, zal ik dit aannemen voor je? Oké, wat gezellig. Doei. Tot de volgende keer, guys. Maak de mukbang maar af. Lekker voor de birdies. Ik zit ook echt helemaal op die stoel. Sorry, mama. Love you. Kus, kus. Ik weet helemaal niet meer welke ik had, maar is wel fucking lekker. Oh. Jalapeno's. En met kip volgens mij. Ik weet niet waar ik mijn fire sauce heb. Ik weet nou niet waar ik mijn fire sauce heb gelaten. Yeah. Oh. Oké, we gaan doen. Hij is een 10, maar. Puntje. Wil jij beginnen? Raad waar ik mee ga beginnen. Hou ik dat. Hij is een 10. Hij is een 10, maar hij heeft vieze zwart onder zijn nagels. 6. Een 6? Ja. Ik vind het niet. Sorry, echt een 4. Waar is je hygiëne? Ik vind het, ja. Vind jij dat niet heel erg? Ja, dat is een beetje. Als ze echt van dat vieze zwart onder hun nagels hebben. Dat gaat in je vagina, hè? Ja, sorry hoor. Even serieus. Nee. Was je handen. Letterlijk. Ja, oké. Okay. Oké, hij is een 10. Maar hij draagt skinny jeans. En 2. Wat zeg jij dan? Dat is mijn vriendje nu, ja. Oh. Dat dacht nog steeds. Oké, laat maar. Ja, doe wat ik niet gehoord heb. Oké, dus jij vindt skinny jeans alsnog een 10. Ik heb... Ja, ze maken deze video opeens. Ja. You never know. Ja, ik weet niet. Ik denk wel altijd van... Kleding kun je gewoon veranderen. Ja, maar het, ja. Ik vind het bij Dylan op zich nog wel soms oké staan. Like... Hij kan er beter uitzien, maar het is niet of het lelijk staat. En het is ook wel maar allemaal gewoon een trend. Dus uiteindelijk... Stel skinny jeans zouden in zijn terwijl je elkaar leert kennen. Ja. En hij verandert gewoon niet mee met trends. Kijk, zijn persoonlijkheid, ja, is toch eigenlijk ook wel belangrijk, hè? Ja, zeg. Ik heb dat toch mooi gezegd. Maar ik vind wel van... Stel, ik zie jou nu lopen op straat en je hebt skinny jeans aan. Denk ik niet van oeh. Nee. Ja, nee, ik snap het. Ik krijg er warm van. Ja, het is ook warm. Ik zie allemaal eten. Oh, jij ook. Het is een beetje. Fucking kaas. Je geniet er gewoon, daar gaat het om. Oh, letterlijk, het is al bijna op. Ik ga huilen. Hij is een 10, maar... Hij heeft andere muzieksmaak dan jij.
Ik vind het niet super erg. Want ik denk een 7. Nee, een 8. Ja, ik denk ik ook. Maar ik vind het dus wel echt leuk als je een beetje dezelfde muzieksmaak hebt. Als je dan samen inderdaad. In de auto zit, dat je gewoon leuk samen kan viben. Want anders is het gewoon sad. Ja, nou Dylan heeft echt een kut muzieksmaak. Huh? Maar die playlist die jij aan had toen wij ons naar Hoeflaak gingen brengen, vond ik echt leuk. Ja, die heeft hij speciaal aangezet. Oh. Ik mag nooit daar naar luisteren. Oh, wat kut. Ja, Sanne en ik hadden ook een hele andere muzieksmaak, maar dan deden we om de beurt een liedje om. Maar ja, eigenlijk is dat niet leuk. Eigenlijk wil je gewoon samen muziek luisteren. Dat is gewoon veel leuker. Ja, ik had gewoon een algemene lijst aan iedereen leuk vindt. Ja. Een beetje bangers van vroeger. Ja, maar ja. Dat vond hij denk ik ook niet echt leuk hoor. Zo? Mhm. Maar ja. Ik zou er dus niet op afknappen. Maar ik vind het wel jammer. Want je bent als goed wel gewoon voor de rest van je leven met iemand. Ja, inderdaad. En als je dan gewoon niet dezelfde muziek smaakt, heb je toch gewoon sad. Ik heb ook nog tomaten in je tas. Oh, dank je. Hij is een 10. Maar hij mag je huisdieren niet. Oh, dat vind ik wel heftig. Oké, maar niet mogen. Ja, gewoon echt niet uit kunnen staan. Niet als die allergisch is, maar hij wil gewoon niet in de buurt zijn. Oké. Maar kijk. Hoe erg laat hij het ook merken naar die beestjes toe? Want dat vind ik zielig. Stel, hij duwt ze van een bank of zo. Sorry hoor. Ja, weet ik veel, man. Gewoon geen goede band met je huisdieren. Nee. Oh my god. Kaaslip. Cheese. Oh nee, hij is wel uit. Ik heb ook allemaal eten op mijn kin volgens mij. Het is echt veel. Ja, ik ruim het wel op. Oh my god, dit gaan is met echt jou. Zeg jij? Ja, want Jasmijn's vriend Harm. Moeten we de naam noemen? Oh, het is iets ergs. Oh, oké. Hij is allergisch voor katten. Oh ja. En honden volgens mij ook. Ja, ik ook. Dus dat is zo kut, want ja, hun hele huis zit gewoon onder haren. En die kat sliep altijd bij Jasmijn in bed. Maar ja, die kan er nu niet meer slapen. Want, ja, maar kijk. Als en hij is ook allergisch voor noten, dus ze kan geen bijvoorbeeld carpaccio eten of iets voordat ze naar hem toe gaat. Niet met fucking irritant. Uit heel veel dingen. Ja, echt naar. Niet dat hij iets wat kan doen natuurlijk, maar ja. Nou, kijk. Als ik later een relatie krijg en mijn vriend, die wil met zijn huisdier in bed slapen. Sorry. Die wil met zijn huisdier in bed slapen. Dat wil ik ook niet doen. Doei. Echt gewoon bij. Je mag kiezen. De eerste is gewoon vies. Ik of de dieren. Ik vind dat echt fucking disgusting. Sorry, dat doen we niet. En, oh ja. Ik denk dat het nu wel. Oh nee, hier zit nog een hele kwap. Maar nog meer? Het zit echt op een randje. Oh my god. Hoe is het daar? Dit is mijn eten. Oh. Oh, messy girl. Dat was die juice. Het is een team, maar ze kan niet normaal eten. OMG. En mijn kat is helemaal schoon. Oké, Jasmijn. Nou, we hadden dus gezien op die paal dat ze een watermeloen donut hadden. Nee, en Jasmijn zei, gaan we hem taste testen. En ik dacht echt, gadverdamme. Want ik vind zeg maar gewoon watermeloen als fruit heel lekker. Maar watermeloen snoepjes en drinken en zo, dat vind ik allemaal dus echt gewoon zo. Dat hebben meer mensen wel, dat gewoon zo. Het is zo rare smaak. Oh, dank je. Het is wel echt aan het smaken. Het is echt aan het smaken. Echt niet, het heb ik op de achterkant. Oh nee. Wat heb je daar allemaal? Ja, dat is voor je dieren. Voor je dieren. Alsof ik hier met een hele manege of zo zit. Oh my god. Ja, als Lady en Lola in de auto zitten, dan verharen ze. Ja. En dan, nu blijft het alleen in dat ding en anders gaat het door de auto heen. Dat is fucking slim. Maar dan met onze honden gingen we naar het strand, nou. Ja, dat is niet fattig. Dat overal haar, zelfs op het dak. Zelfs op het dak, altijd al. Nu relax, nadat je hier gewoon alle haar was vies van. Eeuw. Hij heeft ook nog eens vulling. Oké, nou, cheers. Oh, ja. Ik dacht je wilt proosten. Nee. Echt warm. Hij is fucking warm. Op zich vind ik het wel lekker. Ik vind het helemaal niet zo'n rare smaak. Nee. Ik zie ook geen vulling eigenlijk. Jij wel? Misschien heb ik alle vulling. Of het zit nog daar.
Ja, ik heb het nu wel. Oh. Ik vind hem eigenlijk wel lekker. Ja, maar ik zou niet zeggen het watermeloen. Nee, daarom vind je denk ik ook lekker. Nee, als jij dit aan mij gaf en zegt raad de smaak. Weet ik niet wat ik had gezegd. Nee. Het is niet alsof het... Het heeft niet echt een uitgesproken smaak. Neutraal zeggen of zo. Ja. Neutrale donuts. Maar wel lekker. Ik vind het fucking lekker. Ik vind het ook lekker dat die glazuur een beetje is gesmolten. Dat bedoel ik, maar dat vind ik hem lekker. Ja. Vertel even tegen jij, dat zon is echt lelijk. Jij zit ook echt zo veel in de zon. Verschrikkelijk. Ik doe een beetje in de schaduw zitten. Dat heeft geen nut. Oh, ik kan dat dit doen. Wauw. Oh. Dus kom je nu mee? Ja, sorry Corrie. Wow, waarom had ik daar niet aan gedacht? Wat een dikke loser. Oké, wil je er nu nog in of wil je nu weer iets anders? Zullen we die frietjes proberen? Oh ja! Zijn dat deze? Ja. Cheesy jalapeno fries. Oh my god, ik ga sowieso ziek hard knoeien hiermee. Zal ik het voor je vasthouden anders? Nee. Nee. Oh, maar ik dacht ik ga dit dippen, maar dit kan je helemaal niet dippen. What the fuck, het is helemaal hard geworden. Alle jalapeno stuk op één kant. Ja. Wow. Die kruiden die erop zitten zijn ook wel lekker. Ketchup of zo. Maar ik zou zeg maar niet... Oh, ik dacht meer van die liquid kaas zou zijn. Dat dacht ik ook. Wat we in dat, ja, ik denk dat het wel is. Kijk hier. Maar er zit gewoon ook gerapste kaas op. Oh. Ik vind het wel lekker. Op. Ja. Doe dat. Ja, wel lekker. Beetje saai alleen. Vind ik. Ja, ik zou ook niet dat hele bak ervan willen eten, maar ik vind het voor zo'n paar hapjes wel lekker. Is ook zo. Ik hou van de kaas. Ja. Oké, hij is een 10, maar hij heeft wenkbrauwpiercing. Over piercing gesproken, met Dylan had het vroeger zo'n oorbel eentje. Echt? Ja, toen hij 6 was of zo. Wat funny hoor. Met dat zo'n kruisje. Dat vind ik heel leuk eigenlijk. Ja, hij liet het zien, maar ik heb hem nog wel foto's mee. Weet ik eigenlijk niet. Ik ga proberen op te zoeken. Ik, een wenkbrauwpiercing, ik vind dat op zich best wel aantrekkelijk. Ik was vroeger echt een beetje verliefd op iemand die dat had. Echt? Ja. In de derde klas of zo. Wenkbrauwpiercing. Op zich staat het best wel baddie. Als, ja. Als het goed bij de persoon past, weet je wel. Ja. Lijkt de persoon moet wel het kunnen. Ja. Ik ga dit even eten met die... Vork. Ja. Daarom hebben we er denk ik 2. Eentje voor te slaan. Ah. Dus ze dachten niet aan ons. Nee. Ze dachten allemaal voor één persoon. Ik vergeet wel. Ja. Want wij vroeger, aan het begin van onze relatie, deden wij nooit via WhatsApp. Maar alleen maar via Messenger. Ik weet niet waarom. Messenger? Want we gingen... Van Facebook? Nee. Gewoon sms-achtig. Gewoon berichten. Ja. Oh ja, bij mij. Okay. Maar omdat wij spelletjes speelden toen en zo. Wat? Ik snap het niet. Die spelletjes die daar hebben gespeeld, weet je wel. Nee, dat weet ik niet. Poelen en zo. Kan dat? Ja, dan moet je een app downloaden. Dan kan je allemaal van die leuke spelletjes spelen. Wat leuk. En nu doen jullie dat nooit kijk, meer? Nee. Jammer. Ik ga stuk. Oh, je had echt al een beetje hetzelfde haar. Het ziet precies hetzelfde uit, vind ik. Maar hoeveel leeftijdsverschil? 5-6 jaar? Ja, volgens mij zat hij toen nog het middelbare inderdaad. Ik denk inderdaad 5 jaar of zo. Crazy, hij is inderdaad echt niet veel veranderd. Nee. Ik ben er klaar mee. Oh, ja? Ja. Oh, ik heb ijsthee nog. Dat ga ik even lekker drinken. Ze zijn een beetje sorry. Ja, het is echt heel sompig friet. Dat komt door die kaassaus. Ja. Maar ik denk als we het los hadden besteld dat het ook wel sompig friet was hoor. Ik heb ijsthee. Oh, dat is maar van Noah. Ja. Je weet het. Dat gaat de kloot met friet. Lekker. Oké. Okay. Oh ja, ik ben daar. Ja. Hij is een 10. Maar het is een echte mama's kindje. Ik dacht dat net. Ik wilde zeggen, hij is een 10, maar hij zegt mama. Dat wilde ik zeggen. Een mama's kindje. Ik vind dat dus altijd een hele moeilijke. Want aan de ene kant vind ik wel dat je gewoon normaal moet doen tegen je moeder. Want je hebt ook gewoon mensen die niet normaal doen tegen hun ouders. Daar krijg ik echt de ik van. Ja. Maar... Als ze echt zo samen op de bank zitten te knuffelen of zo, dan denk ik echt van wat de fuck. Ik lees veel dus van die verhalen, denk ik echt van... Ja, maar ik zag dus op TikTok dat een meisje had een relatie met een jongen. En de jongen was super close met zijn zusje. En dan gingen ze gewoon samen in bed chillen en zo. Ik doe het niet eens met mijn eigen zusje. Nou ja, niet
Ik weet niet, hoe bedoel je samen in bed chillen? Ja, dat gewoon mij naast elkaar. Ja, maar zeg maar, stel die vriendin was er, dan ging zij ook gewoon nog bij hun op bed zitten. En dan dachten hun allebei eigenlijk, of in ieder geval dat meisje dacht van, ga alsjeblieft gewoon weg. En ze bleef dan de hele tijd zitten en toen zij het vertelde was het heel erg dat ik echt dacht van, oh my god, dat kan echt niet. Dus waarschijnlijk was het veel intenser dat ze ging knuffelen of zo, ik weet niet precies. Ja, spoelen of zo waarschijnlijk dan. Ja, weet je waar ik ook echt gewoon ik van krijg? Als ik volg zo iemand op Insta en die doet dan met haar broer echt zo knuffelend op de foto staan. Dan denk ik van, nou, dat zou ik echt nooit doen. Dat zie ik heel vaak, maar dan denk ik echt van, ik snap dat niet. Ik kan niet echt relaten, ik heb sowieso geen broer of zo, maar... Nee. Vriendin van mij die zegt dat haar broer gewoon binnenkomt terwijl dat ze aan het douchen is. Ja, sorry. Daar trek ik toch wel de grens. Dat doen we niet. Nee. Als het een douche is, ik hoop dat er een douchegordijn zit. Nee, girl. Nee. Het is ook niet dat die douche nog zo in een hoekje is of zo. Het is echt gewoon dat daar. Kan, dat kan echt niet. Sorry. Ik vind dat ook echt niet kunnen. Heb je geen eigen... What the fuck? Sorry, what the fuck? Gewoon... Sorry, ik ben ook in shock. Het is zo raar. Ik weet echt niet. Ik zou echt denken, wat de hel. Dus, maar wat vind jij dan? Als hij mama's kindje is? Hij is 10 maar. Ik denk een 6. Het ligt er aan op welk niveau. Ja, dat had ik ook te denken. Ja, maar inderdaad wel een beetje een afknapper. Oh. Best lekker. Ja, het is ook wel lekker. Oh, ten oudste, maar die... Die ding die ik net had was nog wel het allerlekkerst. Die taco. Ja. Volgende keer moet je die ook halen. Zij is zo eigenwijs. Zegt ze, ja, het is leuk dat we andere dingen eten. Nee. Maar ze zijn het met mij eens. Ik weet het. Oké. Wat vind jij echt de ik? Waar krijg je echt de ik van? Heel veel dingen denk ik. Maar ik weet niet of het echt de ik is. Gewoon irritatiepuntjes. Oh, vind jij dat trouwens lekker? Heb je dat nog nooit gedronken, toch? Ja, maar... Het is gewoon oké, een slokje. Nee, ik heb het wel eens gedronken vroeger. Stoer doe ik sowieso in. Oh my god, for real. Ik kan daar ook slecht op gaan, hoor je mijn hele buik? Nee, ja, ik hoor echt gewoon aardbeving of zo. Ik dacht, oh my god, ik kan weer. Kan ik je nog eten? Ja, is goed. Goed, ben jij. Vind je? Ja. Ja, dat wil je vasthouden. Ik zou het maar vasthouden. We hebben 2 churros en karamelsaus. Zie hoeveel ze doen. Terwijl je hebt 2 churros. Ja, dat vind ik zo goed. Hier zit wel meer poeder op. Oh, wow. Dat lief je wel. Ja. Wat is er? Ik wacht. Oh, je zit te wachten. Oké. Okay. Tip. Oh, dit is zo lekker. Oh, ja. Wel voor de camera. Oh, dit gaat echt heftig. Ik ben bang. Goeie karamelsaus, man. I know. En zoveel. Mm-hmm. Dit zou echt lekker zijn. Met van dat soft ijs erbij. Oh my god. Repetitie beginnen. Oeh, ja. Kunnen ze dan ook gelijk de Mountain Dew terugbrengen? Ja, ik snap toch echt niet. Het is toch een eigen keuze om te drinken. Mm-hmm. Is dat met roken? Waarom is roken dan wel? Weet je niet. Ik krijg van heel veel dingen. Ik krijg... Ja. Ja. Oh, hoe crispy ze zijn, hè? Echt lekker. Wauw, 7 likes, 2 reacties en een volger erbij. Hou op met me. Famous person next to me. Famous like that. Oké. Okay, Snap je de trend? We hebben toch niet heel veel van die uitdrukkingen. Nee, oké, okay, maar... Nou en... Wat doe jij als we uitgaan wat ik super irritant vind? Gangnam Style. Ja! Oh, je wist meteen wat ik ging bedoelen. Oh my god. Ja, maar ben ik... Ik weet helemaal niks wat ik moet zeggen. Oké. Okay. Ik heb dan mascara hier. Oh, dank je. Ja. Echt lelijk. Jij bent zo'n kut kind. Ik had er nog één, nu weet ik het niet meer. Ja. Oh, ik weet het. Wat zeg jij tegen iedereen die jij ontmoet, die jij nog niet kent? Iedereen. Ga naar Domino's. Ja! Jij zegt altijd, ga naar de Domino's. Ik geef je korting, letterlijk. Als jij iemand nog niet hebt ontmoet, zeg je dat altijd. Zo ik geef nooit korting. Ik lieg.
ik lieg. Oh my god. Kom naar de Domino's. Ik geef jullie allemaal korting. For real. Oh my god. Echt een grap. Zo'n spelletje moet ik eigenlijk van tevoren gewoon mijn dingen bedenken. Want yeah. What the fuck, man. Ik zit nu echt... Leeg. Snap ik. Alleen mascara weg dan. Ik zeg oh ja, dat. Sorry. Ik was vergeten. Oh, ik krijg een echte ik. Oké. <Okay. laughs> Sorry. Ik stik. Ik vind mezelf te hilarisch. You know. Wat vind jij van dat mensen zeggen van if he wanted to, he would. Want mensen zeggen altijd van ja, als iemand iets wil, dan doen ze het. Maar kijk, weet je wat het is? Ik negeer heel vaak mensen op WhatsApp en zo. Maar dat is niet dat ik dat wil. Maar dan vergeet ik gewoon te reageren. Heb ik ook vaak. Maar ik probeer nu vaak te reageren. Want soms dan lief ik jullie echt gewoon super lang op z'n keer. In de groep. Ja. Want ik lees de berichtjes wel. Ik antwoord gewoon niet. Ja, je leest ze wel en dan denk je, oh ja. Maar dan vergeet je gewoon een soort van te reageren of zo. Oepsie. Ach, maar wat vind jij dan? Dat mensen zeggen van, if he wanted to, he would. Want, I don't know. Van aan de ene kant denk ik van wel, maar aan de andere kant denk ik ook weer van niet. Ja, nee, ik vind het niet erg om te zeggen wat ik wil. Tegen Dylan bijvoorbeeld. Alleen... Ik denk niet dat hij het dan ook doet. Dan zeg ik wel eens van... Ik vind het erg vaak bloemen te krijgen hoor, maar ik krijg dan niet bloemen of zo. Ik heb nu 2 keer bloemen gehad, we hebben nu meer dan een jaar. Oh ja. Zelfs ik heb bloemen voor hem gekocht. Echt? Ja, eerder dan hem. Wat schattig. Wat leuk. En hoe reageerde hij daarop dan? Beetje awkward. Ja, want ik had toen eens een keer op TikTok gezien van een man krijgt waarschijnlijk zijn eerste bos bloemen op zijn begrafenis. En toen dacht ik echt, oh my god. Dus ik had zo tegen Sean gezegd van, wil jij ook bloemen? En toen zei hij echt van, nee, wat moet ik daarmee? Ja, dat zei Dylan dus ja. Ook. Maar, dus ze vinden het ook gewoon niet leuk. Ja, eigenlijk schat ik een bult, doei. Ja, toen begon ik er weer over. Toen zei hij, ja, ik vind niet erg bloemen te krijgen. Van, wat... Weet je wat ik irritant vind? Bloemen kosten echt, letterlijk, als je gewoon een bosje rozen haalt, is €3 hè, bij Albert Heijn. Zo pak ik een aanbieding ook. Ja, like bro. Doe niet zo irritant. Zullen we een chipje proberen? Ja. Ze zijn niet vol. Jawel, maar ik dacht die staan niet zo ja, in de zon. Ja, ze zijn echt zo lekker. Dus ik heb ook wel weer echt zin om het te eten. Oh, we hadden geen dood moeten halen. Nee, eigenlijk niet. Maar het is gewoon zo lekker. Oké. Okay. Oké. Tijd om een chipje te bouwen. Cheers. Nou, nu mag jij. Oh, dank je. Het gaat echt zo knoeien worden. Ja? Ik ben benieuwd. Er zitten ook mini stukjes in, dat is leeg. Ja. Oké. En deze ben ik echt gierig klaar met de tomaat. Goeie chip. Ja. Gewoon nu wel slaan tussen mijn tanden. Oh, het zit wel echt vol. Het is wel echt lekker. Ja, het is echt lekker. En nog 3 donuts. Ja. Maar we kunnen ze ook straks eten. Dat dacht ik ook. Ja. Goedje lopen. Ja, even naar Solo. Want guys, vrijdag gaan we naar een neon party. In Club X. Club X. Ik wilde dat nog onder mijn Insta post zetten van... Wie komt Club X? Nee, iets van... was nog saaier dan X. Maar toen dacht ik, wat als mensen denken dat ik dat serieus zeg. En niet voor de grap. We hebben dus in Nijker een ja, soort uitgaan ding. Ja, het is echt helemaal niks. Maar ja, dat heet Xero. En er zijn dus mensen die noemen dat Club X. En het is nog erger, er zijn mensen die noemen dat X. Het is zo embarrassing. En wij maken er altijd grapjes over. Maar ja. Omdat het gewoon geen leuke club is. Het is verschrikkelijk. Ik denk ook eigenlijk dat helemaal niet zo heel veel mensen komen naar een neon party. En helemaal niet om 10 uur al. Maar wij gaan ook niet om 10 uur al, toch? Nee. Nee, maar het begon pas om 12. Dat eerst is van 10 tot 12 een beerpong iets. Ja, ik dacht dat jij daarheen wilde. Oh, nee. Ik ben echt van beerpong. Ik zie hem niet voor me daar. Jij houdt niet van bierpong. Jij had op je eigen verjaardagsfeestje nog bierpong. Ik dacht, iedereen vindt dat leuk. Is ook leuk. Maar daar lijkt het slecht in. Daar lijkt het me niet leuk. Nee. Ja. Maar het is wel lastig. Ja, niemand weet. Oh. Aan mijn kant is het helemaal schoon. Vind jij horrorfilms eigenlijk leuk? Ik hou van horrorfilms. Oh. Sleep. Jij ook dan? Mhm. Ligt eraan wat voor een horror. Want ik haat geesten en zo. Ja? Want ik geloof echt heel erg in geesten. Dus daar echt? Ja. Lol. Geloof je niet in geesten? Nee. Damn. Alleen maar niks te zien.
Nou, ja. Ik heb ze nooit echt gezien of zo. Nee, dat zou ik je even gek verklaren, denk ik. Ja. She crazy. Wat is je favoriete horrorfilm dan? Ik onthoud nooit. Nee? Nee. Welke word je dan het meest denkwaardig? Geen idee. Nee? Nee, jij? Ja, ik heb er eentje die ik dus vroeger keek als kind. Naar je kind. Dus 13 of zo, 14. Ja, toen had ik echt mijn horrorfase. Toen keek ik alleen mijn horrorfilm. Same, kracht op 6. Maar ja. Uitgeleg van, het is niet goed hoor. Ik ken het niet goed hoor. Nee, maar hij heette Sinister. Ja, Sinister. Die bleef echt hangen, want ik was gewoon zo in shock met wat er gebeurde. En letterlijk. Einde. Want Kira, die houdt van horrorfilms. Ze vindt geen één horrorfilm eng. Sinister, alleen als ik het woord al zeg, krijg ze rillingen. Zij haat die film. Zij haat die film zo erg. Zij vindt dat echt een enge film. Ik vond het wel echt een goede film. Ik kan me helemaal niet eens meer herinneren hoe die ging. Moet ik vertellen? Kan. Kunnen we ook weer een keer kijken? Ja, dat kan ook. Lijkt je dat niet leuk? Nog een keer kijken. Weet ik niet. Er is ook dus een deel 2, maar die bleek super niet leuk te zijn. Ik heb gekeken. Ik dat is zo zonde altijd. Want ik haat dat ook met series. Dat ze dan een tweede, derde, vierde seizoen uitbrengen. En altijd is eerst gewoon het leuk. Het was omdat ze zeg maar dat monster kon je gewoon zien. Terwijl het in eerste instantie zag je hem nooit echt. Oh. Maar. Oh ja, gaat echt smooth. Heb jij Sex Education gekeken? Ja. Wat de fuck was dat laatste seizoen? Die heb ik niet gezien, sorry. Moet je ook niet doen. Het is zo fucking achterlijk. Ik word echt chagrijnig van. I don't know, want het eerste seizoen vond ik echt leuk. Het seizoen was echt leuk. I know. En daarna werd het gewoon al minder. En dat laatste seizoen was echt verschrikkelijk. Ja. Ik heb denk ik 2 seizoenen gezien. Weet je wat ik echt een leuke serie vind? Stranger Things. Ik hou zo van Stranger Things. What the fuck? Waarom is dat zo'n goede... De laatste aflevering kijken. Aflevering? Ja, van vorig seizoen. Waarom? Ik had het niet gezien. Jij bent echt raar. Ik ga denk ik gewoon nog een keer opnieuw kijken allemaal. Er komt een nieuwe seizoen, hè? Ja, ik kan echt niet wachten. Hallo, waarom vliegt alles weer? Ja, waarom gooi alles op mijn Ik dacht, jij bent nog niet vies genoeg. Bedankt, man. Ik weet niet hoe ik deze moet eten, hij is te complex. Nog kaassaus. Moet jij nog frituren? Nee, maar wel eentje. Stukken, ja. Wow, dat was echt machtig. Oh. Dat had ik niet moeten doen. Wat vind je, hè? Is dit nu een teken dat ik het ook niet moet doen? Ik had heel veel kaas. Ik vind die jalapeno's een beetje chemisch of zo. Ze ziet er ook uit. Ach, jammer. Zou er gewoon blokjes bestellen of zo? Mmm. Ja, net met die tomaat. Ja. Wil je helemaal saus houden of? Nee, ik zou niet weten wat ik daarmee moet. I don't know, op je pannenkoekje gooien of zo. Ik dacht dat heb je gezien op TikTok, maar dat kon je helemaal niet weten. Ik heb gisteren letterlijk pannenkoek gegeten. Oh, lekker. Van die niet zelf gemaakt hè. Nee, van de Albert Heijn. Eiwitrijke. Zijn die lekker? Ik wil die ook graag kunnen. Nee, ze zijn fucking droog. Alleen eet als je eiwitten wil halen. Oh, jij hebt ook van die bananen. Ja, ik hou niet zo daarvan. Yeah, you know. Oh, oké. Okay. Nou, moet even opdrukken. Oh. Ja, ik wil het doei zeggen, maar je kan wel eerst denken. Even zeggen wat doe ik. Oké, nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat die leuk was. Volgens mij was het echt de droogste video ooit. Maar niet normaal. Zie ik jullie ook in de volgende video weer. Bye! Oh, wacht even. Waarom ziet er zo leuk uit? Wat de hel? Oké. Nu wil ik niet meer. Nu wil ik niet meer. Ik zie er niet leuk uit. Ik wil niet meer. Ik ga maar lekker je eentje doen. Doei. Ik ga er wel gewoon half op of zo. Oh my god, dat is mijn. Ik heb echt een goede foto nodig. Kun je niet een selfie maken of zo? En dan ga ik een foto doen met alleen mijn eigen hoofd. En dan zit er een selfie met ons. Een selfie met ons. Gewoon zonder de camera. Dan niet gewoon in de moment of zo. Ga je nog de rest van de dag filmen of alleen dit? Alleen dit. Oké, okay, ja. Oké, okay, anders dan stuur je mij even een leuke foto voor jezelf. Nee, pak ik die er wel op. Nee, dat gaat ver. Ik zit ook niet zo koud. Ik stoot zo fucking koud. Maar nu weet ik het ook even niet meer. Wil je aan deze kant zitten? Nee. Dat ik mijn ego gewoon eventjes naar de grond is gebonderd. Nu. Niks. Het staat er gewoon niet leuk op. Okay. Maar het is ook anders op het scherm dan op de foto. Ja, dat zeg je nu. Oh.
Ik kijk wel wat ik doe. Ja, je kijkt maar. Help.